Ik gaf keerzen van een gedicht van Rikst, Hendrika Akke van Dossen, Verstongen in Jochentje en Jochen en Santig. Dus dat is een wat ouder gedicht. En het heet On Him. Do bist voor mij in het roesjen van de wien en in de eeuwige zangen van de zee. Do bist voor mij werd wargeltongen sjongen, een lied van weiingen, een lied van vree. Do bist voor mij in purper van de zinnen, als joens in het west de loft in lage stiet. Do bist in het bordje van de blieren weegjes, do bist in het bloeiend blomke in de meet. Do bist wer skelle, wer ljocht flitsjen ljochtje, de tonger dronet rollet oer het woord. In het eeuwig sneerkleed van de hege bergen, in het hillig zwijen van het stedelijk woord. Do bist voor mij waar duizend sterren blinken, maar zuivere glans in het hege hemelblauw. Do bist in al wat grut en goed en weer is, werd voor mij God is leefste, der besto. Ja, ik vond het bijzonder omdat dit een van de eerste gedichten weer voor mij aan het eind van de jaren 80 werd trok ik in de kundekamer uit Friesk. Ja, ik weet, doet hij iets op cursus bij de AFOEK in de binnenstad van Leeuwarden, ik ben nog student. En dan hier we al de nieuwe stavering van het Friesk. En dit is de oude stavering, want het is al een oud gedicht, hè, van lang lien. Dus in het begin wie het voor mij nog dreeg om ja, exact de essentie te griepen van dit gedicht. Maar het hier al wel trok de klanken een speciale betutting voor mij. Wie het eerste gedicht waarvan ik hier van wat is die taal riek? Wat is die taal poëtisch vanuit de kracht van de taal zelfs? Dus daarom heb ik nou, dit gedicht keerzen. Een tweede reden is dat het goddelijke een duidelijke relatie had met alles wat goed en compleet is. Zat het waar ze mat of waar ze kin. Dat vind ik echt mooi in de laatste strofe van het gedicht. Dus dat binnen twee redenen die voor mij het wichtigste winnen om ja, deze kaart te marchen. Ik had net alleen een christelijke achtergrond. Ik ben een christen. Ik ben ook kerkelijk. Ik beziek je alle weken naar kerken te gaan. Dus dat is ook basis van mijn leven. Het leeuwen is basis van mijn menskwijs. Voor mij is God net een abstract begrip. Het is echt de persoon, de vader, de zoon en de Heilige Geest. Dat is een ien, echt voor mij. Het is net een abstract ding. Dat zoet de esoterische wijze in mijn terminologie. Ik ben grootgebracht in een actief Rooms milieu. En als jong bist, is het een soort in kerken en dan komt ze in de puberteit en dan is het een beetje, ja, wat is dit? Maar dan komt wel letter de warteling echt mooi het leeuwen, bij mij in elk geval. En ze staarde gewoon, ik ben nu haast 50, het wordt nog wel even, maar ze zien 150, wordt dat heel iets wichtiger in het leven. Dat had bij mij in elk geval maar persoonlijke groei te krijgen. Maar het begrip God en wat God betjut, dat wordt heel iets wichtiger. Ja.